En we stonden dus naar plaatjes te luisteren. En aan de overkant stond een jongen ook naar een plaatje te luisteren. Gewoon met zo'n telefoontje aan je hand. Hè? En er draaide Malagueña van het trio Los Paraguayos. Yes. Dat was die tijd. En dat had iets. En toen stonden we er allemaal zo naar te luisteren. Twee vriendinnen hadden ook iets van... Oh, wat een leuke jongen. We hadden het met z'n drieën eigenlijk. Ja. Wat een leuke jongen. Ja. Maar we konden hem niet delen. Ah, oh, nee. En, Nou, toen zijn we daarna weer naar huis gegaan. Ja. Het was op een zaterdag. En 's middags had ik een afspraak met een vriendje. Ander vriendje. Ja. En daar kwam ik. Dat was in het restaurant van weer een ander groot warenhuis. Maar voordat ik daar aan toe was, kwam ik Ger weer tegen. Ja. En dat was het roltrap op. Ger ook de roltrap op. Ik de roltrap af. Hij weer de roltrap af. Een spelletje. Zo dit is helemaal nieuw hoor, in de hoofdrol. Ja? Dit heb ik echt nog nooit gehoord. Ja. Ga door. En toen? Nou, en toen liep ik naar buiten. Ik dacht, kijken wat er nu gebeurt. En toen liep hij achter me aan. En toen zei hij, kan het zijn dat we elkaar vanmorgen ook al hebben gezien? Hij zei, ja, ik heb er een hekel aan dat mensen buiten aanspreken. Zo'n soort gesprek. Zo. En wat bleek, hij moest zakdoeken kopen. En dat was zo moeilijk of ik even helpen wou. Ja, het is zo. Leuk, hè? Hebben we gedaan. En toen zei ik, ja, maar nu moet ik weg, want ik heb een afspraak. Ja. Daar en daar, in het restaurant. Nou, oké, ik ging naartoe, maar Ger ging er ook naartoe. Dus ik zat hier aan een tafeltje braaf te wachten. En hij 7 tafeltjes verder in een hoekje. Interessant. En toen kwam die jongen en die zei, sorry dat ik zo laat ben. Maar ik moet weg, want ik heb het als fotograaf. En dus ik moet daar en daar en daar naartoe. Dus ik bel je nog wel. En hij weg. En daar kwam die. Weet je, ik realiseer me opeens, wat zijn dit soort verhalen toch boeiend en leuk, hè? Die kan niemand schrijven, die ontstaan zomaar. Ik vind het echt. Zal ik nu even vertellen, 18 september 64 getrouwd, dus jullie hebben net die leuke dag achter de rug, volgend jaar 25 jaar. En wat ook voor iedereen erg kostelijk is, er is een trouwfilmpje. Ja, Anne-Wil, kijk even van jullie samen. Uiteraard. Ja. Ja. Kijk nou, kijk nou. Oh, kijk, zo hoort dat. Ja. Een boekketje. Ja, oh, het hoort er echt helemaal bij dit verhaal wat je nu zegt. Ja, wat... En ik neem aan die hoed weer uit dat warenhuis, hè? Wat leuk, daar hebben jullie gezien. Enig. Nou, en toen kwamen er 3 kinderen, hè. Ja, niet meteen, maar die kwamen dus. Een beetje rustig. Ja, ik moest ook nog spelen. Ja, je moest nog spelen ook, maar ze kwamen gewoon zonder allemaal ingewikkeld gedoe, 3 kinderen. Ja, hoor. En nou hebben we jullie met z'n vieren, Ger en de 3 kinderen gezien toen jij opkwam. Zou je ze nu even aan ons voor willen stellen? Ja. Nou, begin maar met de oudste. De oudste, Christo, 23. Ja. Hij zit op de toneelschool in Maastricht. Op jouw toneelschool? Ja. Marjolein? Nee, wacht even. Ik wil even bij Christo blijven als je het goed vindt. Want heb ik het verkeerd of zaten jullie samen in Droom van een Vrouw? Oh ja, we hebben afgelopen jaar samen gespeeld. Ja. Droom van een Vrouw, ja. En hoe was dat? Met je moeder spelen? Ja, eigenlijk het meest perfecte wat je kunt hopen. Omdat je moeder zo dichtbij en dan ineens in het vak bezig te zijn. Het was heerlijk. Ik geloof zelfs dat mijn moeder op sommige momenten nog zenuwachtiger was dan ik. Klopt. En, Maar het was heel fijn. De scènes die ik moest spelen was ook samen met mijn moeder. Ja. Dus dan had ik toch iets van, mam, hou me even beter. En we moesten ook altijd na de pauze moesten we ook zo beginnen. Ja. Dus dan hadden we elkaar nog even beter. Maar daar houden jullie aan, hè? Vasthouden. Ja, we zijn knuffelaars. Ja. Een knuffelfamilie. Oh, vind ik prima. Luister, het was niet de eerste keer dat jullie samen speelden, hè? Jawel. Nee hoor. Kijk eens, de film Het Eiland. Van Erik Terpstra. Oh! En er was een baby nodig. En Christo, dat ben jij? Ja. Jezus! Is het niet leuk? Kijk. En ineens een hele andere vader. Ja. Ja, en moet je luisteren, wat nu gaat komen. Exactly like you. Like you, Henry. Ja. Oh god, ja. Er is hier een tafel. Vader. Is Lili voor lachen? En kijk, wat ik zo aardig vind, Christo. Jij lacht ook helemaal niet, want het is je vader niet. Nee. Natuurlijk. Prima, wat een groot acteur. Nee. Leuk.
goed. Dan gaan we de volgende. Marjolein. Oh, Marjolein. Hoe oud is die nu? Pas 19 geworden. Ja. Ja, Marjolein zit op een hele speciale school. Ze zit nu op het VSO 2. Het is net een hele chique hockeyclub, vind ik. Ja. En ze voortgezet speciaal onderwijs. Ja. En zij zegt er dan altijd aan een soort middelbaar. Ja. Marjolein, waar, hè? Ja. En je gaat over ongeveer een jaar of anderhalf naar een... Naar een gezinsvervangend tehuis. Gezinsvervangend tehuis. Benschop. Ja, in Benschop, hoopt ze. Ja. En daar zijn we er enorm op aan het voorbereiden om zo zelfstandig mogelijk te worden. Ja, prima. En dan hebben we nog Diederik. En Diederik. Hoi. Diederik is 15. Diederik zit in Montfort op de land- en tuinbouwschool. Ja. Dat is echt een buitenjongen. Nou, hij is een lekkere boer. Ja, nou. Een goede Nederlandse boer is nooit weg, zeg ik altijd. Nee. Nou, en dat is jouw gezin. Dat is het spul. Dus... Het lieve pleegkind. Nou kennen we jullie. Maar eigenlijk ben ik nu al iets te ver. Hè? Ik heb even die drie kinderen er doorheen gegooid. Gejast. Maar we waren bij de toneelschool. Hè? Oh ja. In Maastricht. Ja. Luister, daar ben je cum laude geslaagd. Is dat waar? Nee hoor. Nee? Gewoon. Oh, heeft Germen verteld. Oh, godzie. Ja, ik had een beetje het idee dat het zo was, maar ik heb dat helemaal niet zo. Nou, we waren met z'n viertjes. Het was een knalklas, hoor. Dat was inderdaad een heerlijke periode. We zijn heel mooi met elkaar afgestudeerd. En we hadden 13 aanbiedingen uit het land om te komen spelen bij gezelschappen. Dus ik weet eigenlijk niet of dat toen nog bestond, cum laude. Maar we waren zeer tevreden met dat. Het was goed. En ik zeg het was goed, want voor jou kwam de droom uit van iedere actrice, denk ik, als ze de toneelschool heeft verlaten. Jij kreeg meteen een aanbieding bij die Haagse Comedie. En schitterde. Ja. En ga nu maar even kijken. Maar goed kijken, want anders is het alweer voorbij. In Quadrille. Moet je opletten. Quadrille. Nee, dat is Mira Ward nog. Ja, zie het, ja. Oh, daar komt ze. Kijk, daar is ze. Kijk, dat is Anne Wil. Blikken zeelucht, ja. Allemaal goed doen. En Herndens, prachtig om deze tijd van het jaar. Zo, daar was je weer weg. Dat was voor de pauze. Nou, daarna. Daar ben je weer. Met de theespullen. Ja, ik veronderstel dat de gemeenteraad daarvoor aansprakelijk is. Iemand zou zo'n flinke brief van de kaart moeten schrijven. Even opruimen. Hè? Wegen te doen. Zijn naam zou veel gewicht aan geven. Hubert schrijft nooit brieven. En wegwezen, zei hij. En weg was je weer. Maar wacht even, Anne Wil. Nog één keer. Nee, ik heb om 6 uur een afspraak op de club met Harry. Oh, ja. Ik moet me nu gaan verkleden. Oh, alles trilde altijd. Nee, dank jullie weer. Ik heb geen trek in thee. En ik ben ervan overtuigd dat Harriet en jij samen een heleboel hebben te babbelen. Gijsterstee. Ja, 3 keer. Ben je even op en af zonder nou, tekst. Nou, zeg, kon ik toch mijn talent laten zien. Oh, heerlijk, ja. Maar de hele avond tussen de coulissen, hè. En kijken. En kijken. Paul Steenbergen, Mira Ward, Gijsterstee, Annemarie Heiligens, Doog. Ja. Smullen. En veel leren. Veel leren tussen coulissen. De timing, precies in een desje. Ah, dan komen ze, hup, die lach. En even inhouden. En hup, de volgende zin. Oeh. En zo heb knap, je het vak geleerd, hè. Ja. Bij al die grote mensen en... Ik denk dat je het snel hebt opgepakt, want je kreeg de mooiste rollen, hè? Noem er eens een paar die je dierbaar zijn, nou, uit die 25 jaar. De allereerste rol, de tweede rol was in datzelfde jaar een van de 3 heksen in Macbeth. Maar de derde rol was, en dat was met mijn neus in de boter vallen, Desdemona in Othello. Ja. En Othello gespeeld door Co van Dijk en Iago door Paul Steenbergen. Dat zijn de 2 grote mannenrollen. Ja, ik denk, mooier kan je het je niet dromen. Nee. Maar je hebt ook... je noemt ze uiteraard niet allemaal, want dan kan je wel aan de gang blijven. Maar in die 25 jaar de hoogste onderscheiding gehaald. Hè? Als beginnend de Colombina, de aanmoedigingsprijs voor Agnes. Ja, in Molière, school voor vrouwen. Ja. Dan krijg je hem voor Elektra. Theodore voor Elektra. Theodore, nou niet gering. Ja. En je krijgt hem voor nog de tweede een Theodore keer. Voor de troonsafstand. Ja. Ja. Dat ja. allemaal in die 25 jaar. Ja. En nou noemde je er net Co. En weet je wat jammer is? Er is toch weinig bewaard van al die mooie voorstellingen. Vooral van de Haagse Comedie. Want die waren er niet zo dol op. Nee, hè? Dat jullie voor de televisie gingen. Nee. Paul Steenbergen... Nou, toneel voor televisie vind ik toch altijd al een moeilijke zaak. Ja. Om dat goed tot zijn recht te laten komen. Dus misschien was het niet zo onverstandig. Ik weet het niet. Ja, dan was het bewaard geweest. Ja, meer en wat van we Co. nu hebben gevonden, en dat is toch een kleinoot. Kijk even, jij en Co van Dijk in Schakels. Ach, Schakels. Met mij? Je kunt aantekenen zo vlug en zo gauw als je zelf wil. Nee, dat kan niet. Dat kan niet? Ben ik zo'n ongeluk van een vent? Dat beweer ik niet. Nou dan. Ik ga eten. Zo. Heb je zo'n honger?
24 jaar geleden is mijn eerste vrouw gestorven. Al die tijd ben ik goed geconserveerd gebleven. Geconserveerd? Wat? Geconserveerd. Ja, dat zeg ik. Dat zeg ik, ja. Heer, ik drink niet. Ik heb geen gebreken van de oude, van de gemiddelde dag. Als je ja zegt, dan laat ik een levensverzekering van 50.000 gulden op jouw naam overschrijven. Ik zal je zoontje bedenken met wat de wet me toelaat. En als we zelf kinderen krijgen... Fantaseer nou niet verder, ik doe het niet, meneer. En had me net zo goed op straat kunnen zetten. Na zo'n voorstel kan ik natuurlijk niet blijven. Maar... Nee, natuurlijk niet. Zo. Zo. De bons, hè? Dat is toch fantastisch om hem nog een keer te zien. Zeg, ja. Die mensen waar jij tegenop keek, hè? Eerst als dienstmeisje in stukken, werden jouw collega's. Waren dat goede collega's? Nou, nof. Ik denk dat ik verschrikkelijk geboft heb. Ik heb veel, veel, met name van deze twee mannen geleerd. En ja, Mira Ward, met haar enorme talent voor zeker, voor het comedy spelen. Ja. Nou, ik heb niemand gekend die dat ooit zo, die dat ook zo goed kon. En de gevoeligheid van een Ida Wasserman. Dus om dat allemaal meegemaakt te hebben, uniek. Cadeautje. Ja, cadeautje. Ja. Ja. Zo praat jij over collega's, maar wat zeggen nu de collega's van jou? Ik had een tweede vraag voor dat trio, wat je al eerder hebt gezien. En die vraag hield dat eigenlijk al in. Hoe is Anne Wil als collega? Als collega is Anne Wil voor mij bijna als een soort zusje. Hè? We zijn zo vertrouwd met elkaar, we hebben zoveel met elkaar gespeeld. We kennen elkaar zo goed. En dat is iedere keer weer een verrukking om samen te spelen. En ook iedere keer weer een enorme uitdaging. Anne Wil en ik hebben eigenlijk een soort nog niet volbrachte liefdesrelatie. Want we willen dus al jaren en jaren samen spelen. En daar zoeken we nog steeds. We zoeken naar iets moois om samen te doen. Dus ik heb nog nooit echt met haar gespeeld. Maar als collega, om dus raad te vragen of wat ze van je vindt. Of ze is altijd eerlijk en ze is... Ja, ze is een fantastische collega. Nou, een van de weinige keren dat ik echt verliefd ben geweest op mijn tegenspeelster was met Anne Wil. En dat is een heel grote uitzondering. Ja. Toen we Ware Liefde speelden, was het de eerste keer. En helaas de laatste keer dat ik met Anne Wil heb gespeeld. En ja, ik vind haar heel bijzonder. Ah, weer niet. En wij maar vragen, zeg nou eens iets onaardigs over dat mens. Want het hoeft toch niet allemaal zo van, ze is zo goed. Maar ze weten het niet, hoe vind je die? Saai, hè? Saai, hè? Ja, een duf programma. Trouwens, ik heb nog iets. Een bosje bloemen van een hele dierbare collega... die hier vanavond absoluut niet kan zijn... want die zit aan het andere eind van de wereld. Jeroen. Ja, van Jeroen. Australië. Van Jeroen Krawe. Ja, een kaart gekregen van hem. Jazeker. Oh, wat lief. Lief, hè? Oh, wat ja, dat moest ik je in ieder geval geven. Dankjewel, Jeroen. Ja. Wherever. Nou, weet je wat? Zwaai even naar het scherm. Want hij laat het niet bij het bosje. Hij heeft iets tegen je gezegd. Let op. Hallo, lieve Anna Villa. Anna Villa, ja, hallo, zegt hij altijd. Ik zit in Sydney, ik zit in Australië. Ik zit ongeveer onder de aardbol en jij erbovenop. We zijn elkaars tegenvoeters geworden. Ja. Mies heeft me gevraagd om vanavond het woord tot je te richten. Dat doe ik met alle liefde, want ik hou ook heel veel van je, dat weet je. Ik ben 3 films in 5 maanden aan het maken. Een ervan speelt zich af in Sydney. Daarom kan ik vanavond niet bij je zijn. Maar ik wil toch een paar dingen tegen je zeggen. Onder andere wil ik het met je hebben over Louietje. Ongeveer het allerfijnste seizoen dat ik ooit in mijn leven gemaakt heb. En dat kwam door jou. Ik zweer, ik kwam echt door jou. Het was heel erg bijzonder. En het kwam ook door het probleem van het stuk. Niet alleen omdat je een fantastische actrice bent. Het zal iedereen vanavond wel over je zeggen. Je bent een grandioze actrice. Nee, maar je bent een heel bijzonder mens. En je hebt mij, de openheid die jij zelf over het probleem had, omdat het zo dichtbij je lag, heb je mij getoond. En daardoor konden we het stuk op deze manier spelen waarop we het gedaan hebben. We hebben sociaal werk verricht samen door na afloop met de mensen die geconfronteerd waren zelf in hun privéleven met het probleem, door daarmee te praten. En we zijn naar tehuizen geweest samen, wat ik heel erg heb gewaardeerd. Het was een grandioos seizoen. Ik heb het heel bijzonder gevonden, dat weet je. En ik zou het eigenlijk best nog wel eens een keertje over willen doen met je, maar we praten wel eens een keer over. Ik hoop dat je heel erg geniet van deze avond. Dat je in het zonnetje staat, in het middelpunt. En laat het me allemaal over je heen komen. En weet dat ik hier, je verre oom uit Australië, aan je denk. Van je houden.
En een hele dikke kus, Sam. Ook voor Mies en vooral een hele dikke kus voor Marjolein. Ja. Hey. Dag, lieve. Leuk, hè? Goed, hè? Ja, natuurlijk. Want Jeroen deugt, hè? Jeroen is fantastisch, Jeroen is zo. Toch? Ja. Ja. Prima. Nou. Ja. Luister, ik wil nu graag het begin laten zien, althans een klein stukje verder, van Een dag uit de dood van Verdomde Louietje. Maar het is een bijzonder stuk, wat denk ik van jou even een uitleg nodig heeft, voordat we het laten zien. Vertel, waar ging het over? Ja, het stuk ging over een echtpaar, de ouders van een geestelijk en lichamelijk heel zwaar gehandicapt kind. Een plant, absoluut geen contact meer te krijgen. Dat was een feit, dat wisten de mensen. Alleen zij had af en toe nog wel eens de hoop dat er ietsje meer uit zou komen dan tot dan toe het geval was. Ze leefden met dat kind, deden dat zo goed als ze dat konden. En het stuk is eigenlijk een wonderlijke vorm. Ze vertelde eigenlijk tegen het publiek wat er allemaal gebeurde. Wat eigenlijk gebeurd was vanaf de geboorte van het kind. En wij beschouwden dat als een soort visite. He? We hadden grote visite en we zaten het dus samen te vertellen. Nou, als je nou een treurig iets vertelt de eerste keer, dan kan je daar zelf een beetje ontroerd bij zijn. Moeizaam vertellen. Oké, als je het de tweede keer vertelt, gaat het ietsje makkelijker. Als je het de derde keer vertelt, komt dat er heel makkelijk uit. Als je het de 20ste keer vertelt samen, dan wordt het net een nummer. Hoe triest het verhaal ook is, het wordt net een nummer. Want daar gaan we weer. En zo zat het stuk in elkaar. Het was die scènes die ze dus vertelden aan het publiek, was net cabaret. En ze staken dus de draak met zichzelf, met de situatie, met de artsen die hem verkeerd begeleid hadden, met alles wat mensen tegen ze zeiden, de reactie van buitenstaanders die er geen idee van hadden. Sorry, maar oké. En daar vertelden ze over. Er werd veel gelachen in de voorstelling. Maar nooit ten koste van het kind. Want daar werden natuurlijk geen grappen over gemaakt. Maar over alle mensen daaromheen en hoe iemand verkeerd kan reageren met alle liefde van dien. Laten we een klein stuk kijken. Ja. Zo, Hannepon, veilig thuis, hè? Gezond en wel. Ben je lief geweest? Ja, braaf en oppassend? Ja, die juffrouw van de bus zei al dat je zo lief was geweest. Naast de chauffeur gezeten. Oh, goed zo, grote meid. Wat zeg je nou? Heb je de kerstbomen gezien, mijn hartje? Mooi, hè? En alle winkels met de lampjes, ja. Wat vond je ervan? Wat zeg je nou? Heb jij Jezus gezien? Oh, heb je Jezus gezien? Waar was Jezus dan, mijn sukkeltje? Juist, ja, daar was Jezus. Heel goed. Een fijne mooie grote schat eindelijk thuis. Hè? Hey. Krijg mama een dikke pakket van je? Ik ben een beeldje, zegt ze. Ja, volkomen knetter, maar een beeldje, zegt ze. Nou, is je lief geweest, papi? Wat zei de juf? Kon niet liever, mami. Naast de chauffeur gezeten. Naast de chauffeur gezeten? Nou, nee toch, engel. En de kerstbomen gezien? Kerstbomen gezien, wat een grote meid. Nou, en Jezus. Jezus? Ja, Jezus barend in het licht tegen de avondlucht. Ziet ze nou opeens vliegen, papi? Nee, mama. Nou, als zij Jezus gaat zien. Ja, op de Mariaschool met elektrische peertjes. Ik was even bang dat ze niet goed snik was geworden, papi. Ja, als ze Jezus zou zien in deze puinhoop hier beneden. Hé, geen wonder, mami. Nee hoor, juf zegt dat het prima met haar gaat. Nou, fijn hoor, schat. Papa is trots op je. Tja. Hè? Het toelatingsexamen staat voor de deur, eer je het weet. Ja, je moet wel een behoorlijke opleiding hebben hoor, meisje. Ja, ik wil niet dat jullie me naar de een of andere MAVO in Nieuw-West stoppen, zegt ze. Nee, niet zoiets als wat papi werkt, zegt ze. Nee hoor, niet in klasse met 40 of 50 kinderen uit de nieuwe buurten. Hè? Nee. Misschien wel met abonneesjes erbij. Nee, nou, maar ik ken dat slag wel hoor, mami. Had ik op het spastische kleuterschooltje al de balen van. Nee, ik ga liever naar het therapeutisch instituut. Helpen bolpunts in elkaar. Nou, ik doe wat ik kan hoor, zegt ze. Nou, zo doorgaan, meisje, zo bereik je nog wel eens wat. Kijk eens, man. Ja, ja. Ja. Eigenlijk is zo'n fragment nog raar ook. Ja, hoor, want je moet raar. Het hele ja. gebeuren zien. Ja, ja, nou. Realiseer ik me nu. Ja. Weet je dat Jeroen mij vertelde? Die had het stuk ontdekt, hè? Van een Engelse schrijver. Het was al een keer gespeeld geweest. Ja. 12 jaar daarvoor door Els van Rode. Ja. Els en Allard van der Scheer.
En Jeroen was stukken aan het zoeken om met mij een keer te spelen. Maar hij zei tegen mij dat hij jou en Ger het nauwelijks voor durfde te stellen. Ja. Want dat hij toch een soort hemming had van, kan dat wel? Ja. Ik zei, stuur het, ik ga het weer lezen. Gewoon als actrice lezen of het nog interessant genoeg is. En dat vond ik prachtig geschreven. Jullie waren er ook blij om, hè? Jullie begrepen het. Jawel. Misschien beter nog dan een ander. Ik denk het wel. We hebben daar een aantal keer over gesproken. En gewoon een beetje de consequenties voor ons gezin daar van overwogen. En we hebben gezegd, we moeten het doen. Ja. En ik geloof dat het ook goed is geweest dat we gedaan hebben. Had het iets van overeenstemming met jullie? Nou, nee, het kind was natuurlijk heel anders. Ja. Alleen praktische dingen, bijvoorbeeld met een bus vanuit het schooltje thuiskomen, een boekje waarin de leidsters altijd schrijven wat er gebeurd is om contact te hebben. Dat soort dingen. Dus dat was voor mij gesneden koek. Dat was eigenlijk wel leuk, want dat kon je allemaal zo makkelijk doen. Hè? Ja. Alleen het gegeven en het omgaan met dat kind was natuurlijk heel anders, want dat is gewoon een toffe griet. Ja. Hij gewoon kon, hele toffe meid, ja. Ja. Ja, en nog iets. Na de voorstelling, Anne-Wil en Ger, waren er discussies met het publiek. Ja, en er waren als heel mensen veel dat wilden, er waren ook vaak verenigingen voor ouders van geestelijk gehandicapte kinderen, die dus in clubverband kwamen. Clubverband. En die wilden graag dan na afloop nog even met elkaar praten. Ja. En dat deden we dan ook. Wij bleven gewoon op het toneel zitten, op de bank, op de stoelen van de set. En dan praten we gewoon met de mensen in de zaal, want dat maakte veel los, dat stuk. Daar waren mensen die heel geëmotioneerd waren doordat ze bijvoorbeeld hun eigen situatie herkenden als ze zelf zo'n kind hadden of in de familie. Of mensen waren verontwaardigd als ze aangevallen waren in het stuk. Een kinderarts, een gynaecoloog die ineens gingen staan van, nou, is dat nou niet een beetje overtrokken? En dus toch, natuurlijk was het ook overtrokken. Maar alles wat er op het toneel gebeurt is overtrokken, om het duidelijker te stellen. Maar dat loste zich altijd in de zaal op met voorbeelden en mensen die dan dingen riepen. En jij kon dat aan, hè? Nou ja, kijk, ik was niet een expert. Ik bedoel, het is niet mijn vak. Maar ik sprak dan als actrice die dat gespeeld had. En dan een beetje als moeder die er iets van wist. Ja. Hè? En werd het te moeilijk, dan konden wij verwijzen. Want dat jaar hebben we ook heel veel brieven gekregen van mensen met problemen in deze sfeer. En soms was het alleen maar gevoelsmatig. Nou, dan schreef ik ook terug wat ik vond. Gewoon vanuit mezelf. En was het te moeilijk als het ging over praktische dingen van uit huis plaatsen en wat de mogelijkheden waren later met zo'n kind, dan verwees ik verder naar een oudervereniging. Opvallend was dat er in die tijd mensen ons kwalijk namen, dan zou het een stuk kwalijk namen, dat die grappen, die grollen erover. Ja. En toch, dat gebeurde bij ons thuis ook. Oh ja? Veel keer en, maar wel in de eigen kring. Alleen de eigen kring. En als het is ook de iemand anders iets daarbuiten, dan kon het niet. Ja, dan word je echt het oude dier. En dat is een manier van ons begingrap, weet je hem nog? Van jou? Ja, dat zal heel raar klinken hoor. Ja. Maar toen dachten wij, nu gaan we allebei beginnen aan het verwerken. Ja. Marjolein was nog maar een paar daagjes. En ik lag nog op bed. Ger kwam naar boven, boven de slaapkamer. Marjolein lag te huilen. En hij passeerde de kamer en kwam bij mij. Hè, om gewoon mijn gedachten te zeggen. En toen zei ik, Marjolein, nou, ga je even kijken. Hè? En dat had toch iets van, moeilijk. Ging er naartoe, pakte er, nam er mee, legde het bij mij op bed en zei toen, niet schrikken, en nou niet meer huilen, anders noemen we je geen Marjolein, maar Mongolijn. Maar toen begon het verwerkingsproces, begrijp je? Ja. Dat was dus voor ons samen om te lachen. Ja. En het was zo grappig. Ja. Begrijp ik. Ja. Ja. Jullie hebben het vaak in interviews erover gehad dat het ook iets ongelooflijk blijs is. Ja. En dat breng je over op mensen die dat nodig hebben. Ja, er zijn ook heel veel mensen die het absoluut niet verwerkt hebben. Het is natuurlijk ook een probleem. Ja. Het is maar net hoe je daar tegenover staat, wie je helpt en hoe je denkt. Hoe je denkt waarschijnlijk. Maar zeker, en misschien ons zorgenkind. Zij niet. Dat denken sommige mensen. Het is dan een zorgenkind, maar dat is niet zo. Het is het zonnetje in huis. Nee. Ja, je moet er wel extra voor zorgen, omdat ze heel veel dingen niet zelf kunnen. En Marjolein, nou ga jij weg. Je gaat apart wonen, hè? Ja. Dat is even wat, vind ik. Maar niet helemaal alleen, hè? Nee, in een huis met 12 mensen. Met vriendin? Met een vriendin, ja. Monique van Wijngaarden. Oh, wat leuk. Ze verdraagt netjes
Ze gaat zich netjes gedragen. En is in het dagverblijf. In het dagverblijf? Gaat ze overdag naar een dagverblijf voor ouderen? Ja. Het dagverblijf ziet je van ouderen. Ja. En wat ga je er allemaal doen op zo'n dagverblijf? Ik weet het. Ik weet het, ja. Figuurzagen. Leren breien, leren dansen. Dansen. Met mink. Ja. Ik krijg dansles. Ja. Ik krijg misschien een diploma als ik het goed gedaan heb. Diploma? Ja. En dit was het einde. En dit was het einde. Afsluiten te zeggen, jullie zullen er missen gaan, hè? Ja, maar ze komt de weekend thuis. Oh, dan is het. Tuurlijk, tuurlijk, zegt ze. Oké. Ja, ja. Het klinkt ouderwets goed, toch? In een wereld vol lawaai met rottigheid zitten jullie hier als een prima gezin met de ouders vlakbij in het mooie Linschoten met gouden vrienden. En dan ben ik nog iets vergeten wat echt van essentieel belang is. Met zo verschrikkelijk veel goede omwonenden en buren. Anne-Wil, heb je het al gezien? Ja, ik heb al gezien. Er zitten een paar rijen, die zijn met een bus gekomen uit Linschoten. Jongens, ga eens opstaan. Waar zijn jullie aan? Moet je eens kijken. Nou, dat komt daar even. Voor jullie. Ja. En vooral voor jou. Ja, wat een leuk, hè. Oh. En ja, dan mogen jullie weer lekker gaan zitten, want er is een afvaardiging. Ja, een afvaardiging van 3. De deur gaat open en je kent ze uiteraard. Kom maar. Oh. Kees Haagvoort. Ja. Oh, gelukkig, joh. En Riet Hoogland. Leuk dat je gekomen bent. Wat goed. Nou, prima. En dat is Kees Haagvoort, denk ik. Ja. Wacht even. Leuk. We gaan hier gezellig bij elkaar staan, meneer Lensing. Ja. En ik denk dat ik... Ja. Wat zeg je? Gooi me niet om. Nee, ik gooi u niet om, hoor. Nee. Nee, zeker niet. Knippen we eruit, hoor. Hij zegt, die knippen we eruit. Oh, dat knippen we. Ja. U bent nu op de televisie samen met de mensen uit de buurt. Ja. Echt gehoord, ja. Dat zijn mijn buren. En Anna wil dus ook een buurvrouw bij me. Ja. Gauw toen ze de eerste keer de hosting kocht, toen zei ik, nou is het over, geen vrouw verklaver, mevrouw verklaver meer. Buurvrouw. Hoi. Hoi, buurvrouw. Zomaar de lijn. Eén van u, één van ons. What? Ja, buurtavonden met elkaar en zo. Dan ga je bij elkaar horen, dat is het leuke. Zo is dat, hè? Ja. Zeker. Ja. Nou, we hebben er een fijne buurman gekregen, een fijne buurman en een fijn gezin. Ik moet zeggen, het was toen voor... de familie van Klaveren kwam, toen was het wat leeg bij ons. Die boerderijen een paar jaar leeg gestaan. Nou, dat is natuurlijk niet zo gezellig als je geen buren hebt. En het was bij ons eigenlijk een beetje eenzame weg. En toen kwam die familie, nou, we mogen de dag nog prijzen dat ze gekomen zijn. En ik hoop dat ze nog vele jaren bij ons in de buurt mogen wezen. Ja, dat dank je. Goed. Dank je wel. Ja, ja. Wij houden me van mensen, van jij en jou. Weet je wel? Meneer en mevrouw, dat kennen wij niet. Nee, over ons tong krijgen. Nee. Jij en jou, dat kennen we beter. Dus zij is... Anne-Wil. Buurvrouw. Ja, oh, buurvrouw. Ja, yes. Zo. Meer is je niet, hoor. Meer is je niet, hoor. Wil je dat even goed onthouden? Ja, buurvrouw. Ja. Want als ik een auto aan zie komen, weet je wel, en er zit een vrouw achter het stuur... en die zo doet, hoor, dan weet ik wie het is. Ja, weet klopt. Ik wie het is. Ja. Ja. Buurvrouw. Ja, de buurvrouw. Buurvrouw. Ja. Nee, weet ik niet. Nee, prima. Mag ik even bij haar nog praten? Ja, ja, dan ga ik een klein beetje voor u staan. Want Rita, je hebt ook nog wat te vertellen. Ja, ik heb wat voor Anne-Wil meegebracht. En dat heb ik met plezier geschilderd. Omdat ze ook, als het nodig is, dan springt ze in. Toen de koeien losgebroken waren. Ja, ja. Helemaal in de nacht, Japon. Nou, ze hield ze echt goed tegen. Nou, we zijn er geweldig dankbaar voor, want ze kunnen echt een ravage aanrichten, hoor. Als ze dan over zo'n erf komen bij Anne-Wil. En daar is het heel erg mooi. Ik heb de voordeur geschilderd, omdat ze er... Ik heb
de voordeuren geschilderd, omdat Anne Wil zoveel erin en uit gaat, naar de gezin, naar het theater, en altijd erg druk bezig is en toch tijd heeft voor alles en ook voor onze buren. De lijst hebben we met elkaar gegeven, wat ze allemaal met plezier nu aan willen bieden. Oh, wat fantastisch cadeau. Wat ontzettend aardig. Oh, wat mooi. Wat mooi, hè? Prachtige. Wat een verrassing. Ja, maar ik kan zo verschrikkelijk goed schilderen. Ja, dat ze zie heeft een heel groot gezin en een heel groot bedrijf. En ook nog een heel groot talent om te schilderen. Ze doet ook van alles en nog wat. Jullie blijven vanavond. Zitten. Jongens, jullie zijn nog hartstikke eentje? Jong. Sta eens even op voor onze drie eregasten. Hier, ja. Nee, ze gaan daar. Ja, prima. Ga je... Daar zijn er nog twee. Daar. Anne Wil. Wat leuk. Als zij jouw naam... Ben je blij, hè? Oh, wat leuk. Ja, het is één. En voor jullie allemaal, het hele gezin. Dit is toch één. Luister. Hij zegt, Anne Wil is één van ons. Dat is de associatie die je met jouw naam heeft. Buurvrouw. Mm-hmm. We hebben voor de laatste vraag jouw drie vrienden dat ook voorgelegd. En gezegd, wat is de associatie bij de naam Anne Wil? Luister. Als je echt een associatie wil, dan... En dat is helemaal niet oneerbiedig of zo, hoor. Maar ik, zo nu dan vind ik er zo'n prachtig groot Zeeuws paard. Wat je zo'n de polders aan elkaar ziet trekken. Die hele mooie, speciale Hollandse paarden. Daar doet ze me aan denken. Zeeuws paard. Stevige, krachtige. Hele sappige, volle Hollandse asperges. Maar met een geraffineerd sausje. Lekker ruiken. Ik denk dat het ongeveer het gevoel is dat je krijgt als je uit een hele vieze, warme, stinkende trein stapt en je gaat in de duinen lopen wandelen. Dat vrij en lekker ruiken en fris en zo'n beetje high worden van de frisse lucht. En een beetje een verliefd gevoel. Ja. Dat geeft Wimmy. Wimmy. Oh, wat leuk. Gaan we... ja, dit moet je allemaal... Dat komt de volgende dagen nog allemaal terug. Die dat paard en die asperges. Paard. Dan moet jij eens denken hoe die jij dat neemt. Wel eens een stier genoemd. Ja? Dat is een rare bocht. Ja. Een stier in Elektra. Ja, ze kwam op als een dolle stier. Ja. Ja, nou ja. Ik zie ook al die mensen de komende dagen zo bij jou. Of je lekker ruikt. Oh, wat ruik jij lekker. Ja, 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 zeker. Het kan ook mest zijn. Gewoon op een boerderij. Heel lekker. Paardenmest. Ja. Luister. We gaan even over de toekomst hebben. Hè? Want dit was nu allemaal verleden en heden. Je Nationaal Toneel, hebben we gezegd. Je gaat in één vrouwsproductie zitten. Ja. Vertel. Shirley Valentijn. Ja, het begint. Oh, daar verheug ik me eens op. 2 december is de première. We vermoeden nog helemaal het begin. Ik moet het eerste woord nog leren. Maar een hele gewone doorsnee vrouw op mijn leeftijd, hè, 47, 48, die de situatie, de huwelijk nu eens bekijkt en daar niet zo gelukkig mee is. Een heleboel vertelt over de gezin, over de kinderen en zo verschrikkelijk geestig. Oh, zo fantastisch geschreven. En ze krijgt op een gegeven moment een uitnodiging om met een vriendin naar Griekenland te gaan. Dat wil ze in het begin niet, maar dan gebeurt er iets waardoor ze wel gaat. Ze gaat na de pauze eerder in Griekenland en wat ze daar weer allemaal meegemaakt heeft. Ze vertelt gewoon tegen de mensen. En dat doe je helemaal, het is een solo. Ja, een solo. Ja, solo. En het is, ik weet niet meer in welke stad het zich eigenlijk afspeelt. In Engeland, een of andere industriestad. Hè. En wij gaan het verplaatsen naar Rotterdam. Rotterdam, ja. Regisseuse Shirin. Shirin Stroker. Ja, ja, maar dus we gaan met een vrouw aanwerken. Dus kijken wat daar in de bus gaat komen. Verheug me erop. Première wanneer zijn? 2 december. 2 december. Ja. Als ik kan, dan kom ik. Ja. Oh, heerlijk. Ja. Luister, dan is er nog... Je hebt in je leven al veel televisie en films gedaan en zo... Maar nu op het programma staat een leuke serie bij de NCRV. Oh ja, met Pietje Faber. Ja. Ja. En die heet Prettige Regel. Prettige Regel, ja. En we ja. gaan de mensen even lekker maken met een klein fragment. Joris...
gefeliciteerd. Met mij. Is ze eenjarig? Weet je wel. Ja, sorry Ger, wij zijn het vanaf volgende week zijn wij het ideale echtpaar, dus prettig geregeld. Oh, en ja, ik helaas, we zijn wel even getrouwd, maar eigenlijk ook niet, want ik ben volop bezig met een toneelstuk waar ik momenteel in speel van, mag ik dat zeggen, van Lodewijk de Boer, Over de Grens. Ja. Maar ik vond het een feest om jouw echtgenoot te zijn en ik verheug me op de uitzending ook vanaf volgende week met Mieke. En Hassan. Mieke Verstraat. Ja, Mieke Verstraat. En Hassan. Ja. Het zijn hoeveel afleveringen? 8 en ik schil de aardappels. En weet je wat daar op die muur zat toen ze zo stond te roepen? De schrijver zit daar, Henk van der Horst, en die wil dat niet hebben. Mag je niet vertellen? Ja, we mogen wel zeggen, er zijn allerlei gasten, onder andere jij speelt mee, hè? Ja. Nijpels, Paul van Vliet, en noem maar op. Ja. Het wordt enig. Ja, ik hoop. Hey, en jullie voor het eerst samen? Ja. Ja, een echtpaar. Zo lopen we nooit, hoor. Nee, zo doen ze niet. Nee, ze vechten voornamelijk. Maar wel leuk. Goed bevallen, want het ligt niet voor de hand, die combinatie, hè? Nee, dat is juist leuk. Dat is juist leuk. Hij dacht, oh, wat moet ik nou met dat tutje vandaag als een komedie? Nee. En ik dacht, oh, die jongen die altijd van die geintjes maakt. En toen leerden we elkaar kennen. En toen waren we gewoon een acteur en een actrice die lekker gingen spelen samen. Hé, wat heerlijk. Gaan we allemaal naar kijken? Ik hoop het. Verheugen we ons op. Goed zo. Dat is de toekomst. Hey, leuk. Ik moet er vandoren. Hij moet weer repeteren. Dus kus en Chees, jij kan heel goed op je gympies. Ja, ik kom kijken. Nou, lieve Anne-Wil, uiteraard hebben we lang niet alles gehad, maar dit was toch jouw hoofdrol. Alleen, ik heb nog één verzoek aan je. Zou je even heel goed naar deze stem willen luisteren? Mama, ik hou van jou. René? Ja, uit San Francisco komt hier jullie pleegdochter. Nee. Je hebt haar zo lang niet gezien en ze is zo happy. Wat een verrassing! Wat leuk! Hey! I love to be here! This is a surprise! Wonderful! Wat enig! It is about 5 years ago she was with us. It's 5 years ago. When did she come here? Yeah. Wanneer kwam ze? Gisteren. En ze blijft heel lang. Oh. Ja, bij jullie. Wat een verrassing. Ja. Ze was een jaar onze dochter. Dus dat is dat schept een band. Is heerlijk zo. Oh, wat enig. Dankjewel voor deze fantastische avond. Het is ongelooflijk. Ik geloof dat ik iedereen's dank verwoord door te zeggen, Anne-Wil, wat heerlijk dat je in de hoofdrol was. Ik voel me heel goed hierna. Dank je. Wat leuk. Je bent een bijzonder mens. Merci. Dank je wel. Dank je wel.